En wat er dit jaar eigenlijk nieuw aan is aan Borgerio, is in de parade dit jaar hebben we twee praalwagens rijden. Die wel heel belangrijk zijn in dat thema, dus dat dus een koning en koningin erbij zijn. Met hun groep ervoor, hè, die dit jaar hebben meegedaan in de parade van Rio de Janeiro. Wel, we zijn nu bezig met het opbouwen van een paar wagens. Die moeten meelopen in de stoet in Borgerhout, in Borgerio. En we zijn dus met een aantal mensen hier aan het werk geweest. En dit is het resultaat dan eigenlijk. De mensen die hier aan deze wagen gewerkt hebben, hebben uiteraard geen opleiding gehad. Maar het zijn wel heel creatieve mensen. En die weten waar ze beginnen. Die hebben handen aan hun lijf, zou ik zeggen. Wij hebben aan deze wagen gebouwd van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. Op één dag klaar. Ja. En ik kan niet zeggen, er zitten wel een paar duizend nietjes erin. Zo, dat het goed stevig vastzitten. Onze wagen zal waarschijnlijk vooraan in de parade komen. Volgens ik vernomen van de organisators zullen wij met de koning en de koningin moeten rijden. Dus waarschijnlijk wel op de eerste plaats. We zijn Capuli. Capuli is een dansgroep, Peruaanse en Latijns-Amerikaanse dansgroep. En we zijn nu bezig voor een choreografie te maken voor Borgerio. We oefeningen hier in het warehouse alle zaterdag en vrijdagavond met verschillende mensen van verschillende nationaliteiten. Boliviaanse, Peruaanse, Chilense, Ecuadoriaanse, Nederlandse en Belgische mensen. Iedereen is welkom. Die groep is open voor iedereen. En andere mensen, bijvoorbeeld de Belgische mensen, kunnen met ons iets leren. En ik denk dat het mooi is dat de persoon die open is voor nieuwe dingen te leren. Iedereen zou die dans kunnen leren als je een beetje gevoel hebt voor ritme. En ja, natuurlijk geïnteresseerd bent natuurlijk in dit soort dansen. Want anders is het nog niet zo simpel. Maar als je daarin geïnteresseerd bent en je hebt wel ritmegevoel, dan zou iedereen dat kunnen leren. Ik ken deze mensen via mijn echtgenoten. Mijn echtgenoot is van Peruaanse afkomst. En ja, zodoende ben ik die met deze mensen in aanraking gekomen eigenlijk, samen met haar. En ben ik eigenlijk meer in gaan verdiepen in deze culturele dansen.